Boom! Oh! Holy shit! Oh, raketje! Drop the mic! Oh shit! Hallo de mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesWoo. En in deze video gaan wij iets heel speciaals doen. Wij gaan twee potjes Gesture Warfare spelen. Het is een nieuwe game mode in Infinite Warfare. Het is een super geinige game mode. En die game mode is eigenlijk... Ja, ik heb het nog nooit in een andere Call of Duty gezien. Het is namelijk, het zegt al in de naam, Gesture Warfare. Je hebt een taunt, een gesture, een beweging, bijvoorbeeld een pistooltje of zo'n poppetje wat je heen en weer beweegt. En daarmee kun je mensen killen. Dat is je wapen eigenlijk in de game mode. En wij gaan daar twee potjes van spelen. Dus ik zeg tot bij game nummer 1. Zo mensen, zijn aangekomen bij het eerste potje. En de eerste game is op de map Terminal. Super toffe map om eigenlijk deze game mode voor het eerst uit te proberen. Dit is legit mijn eerste keer deze game mode. Ik denk dat je met R2 voor mij dan... je gesture activeert. We zullen het zo achterkomen. En wat ik achter ben gekomen. Ja, ja, oké. R2, wacht. Oeh! Oh shit, dit is nog best wel lastig. Oh, die guy werd geëxplodeerd. Oh my god. Oké, wat ik achter ben gekomen is dat je ook. Oh, dat was onze eerste keer al. Lol. Dat je kogels kan krijgen. En mensen dachten eerst van, yo, dat krijg je random. En ik ben een beetje goed gaan kijken in die video's. En je krijgt. Als je op een 2 killstreak zit, dacht ik dat je kogels krijgt. Dat je dan ammunition krijgt. Om mensen ook met een pistool te gaan zetten. Nee! Oh, pistooltje. Oh, shit. Deze ook? Oh, shit. Mijn één. Oh, oh. Ja, oké, ik had hem. Kijk. Ik heb nu 2 kills achter elkaar gemaakt. En ik heb nu ammo. En dat is best wel chill. Dus je kan ook gaan schieten. We zullen natuurlijk het schieten niet het meeste gaan gebruiken. Want, gast, je kan met gestures schieten. Dat is fucking dope. Je let op. Across map. Oh, wat? Ik gooi die bal opeens. Boom! Oh! Holy shit! Holy shit! Ik ben niet kapot, goed, ik kijk dit man! Die troon heeft ook kut. Oh my god! Die triple kill daar! Oké, deze man. Ding, ding, ding. Oh wat? Nee, niet eens. Oh, jammer weer. Ik wil die guy even killen. Hij heeft niks door namelijk. Oh, wacht daar. Nee! Iedereen kill. Oh, ik heb hem! Huh? What the fuck? Oh shit. Nee. Knijp fijn. Oh. Helaas. Maar ik vind dit echt. Ik zweer, dit is echt gewoon echt leuk. Gewoon. Infinite Warfare zo is. Oeh, wat? Ah, oh, had het nou niet? Infinite Warfare is zeg maar een beetje wat minder aan het worden. Mensen spelen niet zoveel. En ik denk dat ze juist door deze game mode erin hebben gedaan. Dat het wel echt weer wordt gespeeld, ouwe. Want dit is. Dit heb ik nog nooit gezien. En dit is geniaal. Je kan gewoon best wel veel kills halen eigenlijk. Gewoon met één gesture. Als je gewoon 3 man bij elkaar ziet lopen, dan plop je gewoon even zo. Zo knijt die. Shit man, ik krijg. Oh, ik had hem. Ja, oh nee, ik word opgezogen. Nee, hij heeft zichzelf gekild of niet. Oh nee, hij werd ook gekild door die guy. Shit ouwe, we hebben ook een comment text trouwens. Dat zie je nu pas. Oké, die kunnen we ook gewoon gaan gooien. Let op, 3-1 comment text kill. Huh. Oh, bijna. Wacht, kunnen we killen? Oh, raketje. Met een mooi schipje, jongen. Ik vind het zo geweldig. Het is ook gewoon geniaal. Kijk, je knijt gewoon iemand fijn. En nee, explodeert gewoon helemaal. Oké, die guy. Oh, die ging bijna raken, ouwe. Die ging bijna raken. Deze guy. Pieuw. Dat pistooltje is zo geweldig. Oké, wacht. Drop the mic. Oh, shit. Jij ook? Oh, shit. En dan gaan we weer terugdraaien. Zie ik iemand? Ik wil... Oh, nee. We konden daar live doorgaan. Nou, spant hij iemand nou? Ja. Vuurtje. Pep. Oh, shit. Heb je een aanstekertje voor mij? Hier wel, poppetje. Oh, we hadden elkaar. Lol. We nemen wel de leiding, dood. Dit is echt, dit is mijn eerste potje. En ik vind het nu al helemaal geweldig. Dit is echt, dit is zo goed. Kijk, dan kan je hier, poppetje. Ping. Hij vlog helemaal weg. Hé, wat? Nu, oh ja, hier ligt ammo. Oh, shit. Je kan ook gewoon een scavenger packs op pakken. Oké, dus je kan ook gewoon ammo vinden zonder scavenger. Dan schieten we deze man even neer. Dankjewel. En daar zit er nog een. Die schieten we ook even neer. We gaan lekker. Oké, ik wil even weer een gesture kill maken. Oké, let op. 360 en dan moet hier iemand komen. Ik wil 360 gesture kill maken. Zou dat kunnen? Wacht, let op. Nee, oh shit. Op zich, dat kan je wel. Hier gewoon een trickshot meten. Let op. Oh! Oké, dat was niet helemaal een 360, maar je snapt wat de. Oh, die was. Had ik hem? Ik wist niet of ik hem had. Dat was echt een 360 geweest, anders. Oh, die valt ook lekker. We moeten eigenlijk Final Kill Cam 360 werpen, eigenlijk. Wacht, let op. Het gaat dan maar tot een 20, hè. Dit was niet eens de bedoeling dat dit de final kill zou worden. En we hebben... Wat de heck? Dit is zo leuk. Kijk hier, hoor. Dan zie je zo'n raket vliegen. Bam! Precies op zijn bakkes. Holy shit. Oh, dit eerste potje was echt geweldig. We hebben natuurlijk gewonnen. We gingen 20-6. Dat
vind ik persoonlijk wel echt een goede score voor deze game. Want we gaan natuurlijk 2 potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Tot zo. Mensen, zijn bij game nummer 2 aangekomen op de map Genesis. De kleinste map in Infinite Warfare. Dit is waarschijnlijk echt een chaotische shit gaat het worden. Dat weet ik wel zeker. Maar we gaan natuurlijk deze game ook proberen te winnen. En boom! Hey, zuig erin. Nee, ik krijg de kill niet. Zag die guys ook naar me kijken van... Huh? Wat moet ik eigenlijk doen in deze game? En toen werd hij opgezogen, man. Maar shit, hij werd gekillstealed. Nou, drop the mic. Ja, dit is zo... Nee, ah, je kan ook kniven. Dat vind ik zo... Ja, ik ben persoonlijk niet echt zo... Word ik nou gespawnt heb? Genesis is zo chaotisch, jongens. Je moet echt gewoon om je heen kijken. Gewoon bij elke spawn kan gewoon... Oh shit, wat hè? Trollite. Oh, bijna. En... Da! Oh, kut. Ik knijp je fijn, bitch. Niet schieten. We gaan gewoon ieder... Oh my god, we killen... We killen ieder... Schieten. Oh, oh. Nee. Ja, we hebben... Oh my god. We staan alweer voor. Ik zweer, ik ben hier zo goed in gewoon. What the heck? Ik weet niet hoe ik dit... Kut. Nee. Ik ging hier loaden. Nee, man. Ik wil met die Jesse's killen. Ik vind... Oh shit. Tronknife. Nee. Ah, kak. Ik vergeet de knife van die afstand. Maar ik vind dit echt geweldig, joh. Met een... Yo, je kan gewoon across the map ermee eigenlijk schieten, hè. Hier, bam. Oh shit. We gaan echt super lijp. We gaan gewoon... We staan voor... Ze hebben nog wel in de game gezet dat je niet zo'n gesture ziet, weet je wel, welke je hebt gedaan. Oh mijn shit. Troll uit! Kom met deze kill, bitch! Get rigged! Oké, wacht. What the heck? Ga even dood. Hij wou niet doodgaan. Hij wou gewoon niet doodgaan. Ik zweer, ik doe mijn vuist zo... Wapauw! Oké, let op. 3-2, pew! Oh, double kill! Nee, ah! Het is wel, de ene gesture duurt wat langer dan de andere. Zo bijvoorbeeld deze, knijp je gewoon iemand fijn, dan heb je al kill. Maar bijvoorbeeld, dit poppetje bijvoorbeeld, is wel wat moeilijker. En je hebt ook zo'n theezakje. Oh, kut, ik heb geen ammo. Oké, ga knife, waar is die guy? Daar. Oh, daar krijg je wel ammo voor een knife? Ga dood dan. Hé, wat de heck? Waarom ging hij niet dood? Hier, ga niet dood. I don't know. We hebben echt met 1 kill verschil gewonnen, man. Wat de heck? Oh shit. Dit is echt geweldig, ouwe. Dit is echt een geweldige game, mode. Ik zweer. We gaan hier zeker wat meer videos van maken. Wil je dit nou natuurlijk ook meer zien? Laat het dan zeker achter met een duimpje omhoog. Want ik vind dit is geweldig. Ik vind Warf vond het sowieso al minder spel dan de andere Call of Duty's. Maar deze game mode is echt alles, ouwe. Dit was echt. Ik vind het zo leuk gewoon. Yo! Hey jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen om te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laat natuurlijk een leuke reactie achter. Ik kijk ze bijna allemaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.